In dit interview praat ik met Danny Jager. Danny heeft een dwarslesie en hij traint in een exoskelet, oftewel een robotpak. Ik heb hem ook eerder geïnterviewd, maar in dit interview praten we over hoe gaat het nu met hem, een wedstrijd voor lopen in dat soort robotpakken en documentaire Rising Phoenix op Netflix. Ja, ik was wel gewoon benieuwd, hoe is het verder met je, Danny? Ja, heel goed. Ja, ondanks de vervelende periode waar we nu in zitten, toch heel veel kansen kunnen benutten. Niet alle kansen, dus bijvoorbeeld voor sportdoelen, geen wedstrijden dit jaar. Dat is gewoon super zuur. Waren wel een paar, maar daar was ik nog niet fit genoeg voor mijn doen. Dus ik schuis naar volgend jaar over. Maar gewoon met studie en werk, ja, gewoon heb ik heel veel tijd kunnen creëren, omdat je nu veel meer thuis bent. En zodoende heb ik propedeuse gehad. En ben ik goed onderweg voor mijn derde jaar, leerjaar. Dus uiteindelijk een heel goed jaar gehad. Ja, gefeliciteerd met je propedeuse. Dankjewel. Wij hebben elkaar natuurlijk inderdaad voor het boek een tijdje geleden gesproken. Ik vroeg me af, wat is ook de invloed van de coronapandemie op het trainen in een exoskelet voor jou? Nou, in het begin was het maar wat lastiger, omdat ik train bij een fysio. En dan zie je toch van, ja, goh, hè, fysio, die gaan dan dicht en... Dan gaan de skelettrainingen worden ook minder. Ik heb nog wel wat getraind, maar dat was niet zo veel als toen. Ja, nu zijn ze weer wat open, maar we proberen iets meer buiten te trainen. En als we trainen, houden we gewoon rekening mee dat we die 1,5 meter kunnen bewaren. Dus dat we niemand letterlijk en figuurlijk in de weg lopen. Hetzelfde geldt voor de sportscholen. Daar ook proberen toch maar trainingen te behouden. Maar eigenlijk, ondanks de maatregelen, ervaar ik niet echt beperkingen met lopen of trainen. Dat, nee. Niet. Het gaat goed. Nee. En je was reservepiloot, als ik goed heb, voor het UT Twente team, voor de Cypadlan. Maar die ging niet door in Zwitserland. Maar ik geloof wel dat, weet jij daar wat meer van? Dat ze het wel anders willen organiseren? Ja, ik ben een paar weken geleden ben ik daar geweest. Ik heb ook getraind in een exoskelet. Ook toch om mij fit te houden en klaar te maken voor mocht ik invallen als Ruben niet kan, de eerste piloot. Het is heel spannend, want ze willen het op een online platform doen. Ze hebben zelf een testomgeving en daar ook de obstakels staan, dus willen ze dat filmen. En dan willen ze dus samen met Delft op dezelfde locatie, willen ze dan online op een livestream gaan racen tegen andere landen. Dat is wel jammer, want de ervaring volgens mij is van dat je elkaar opzoekt en ervaringen deelt. Nou is het een beetje platgeslagen door het internet. En het is nog heel spannend voor Twente of het überhaupt doorgaat. Maar ze willen gewoon, als ze meedoen, dan willen ze gewoon een winnend pak maken. En daar zijn ze wel ambitieus in. En voor mijn gevoel hebben ze dat. Oké. En die, want ik heb daar laatst ook wat meer naar gekeken. Naar die obstakels die je moet doen. Maar dat is ook een trappetje opklimmen, een deur openen. Maar ook opstaan vanuit de stoel en zo. Kun jij dat toelichten? Weet je in grote lijnen wat het hele traject is? Ja, we hebben nog niet echt getraind op de facetten zelf. Maar volgens mij, en dat weet ik bijna wel zeker, je begint in een laagzittende stoel. Dus echt onder je zitpunt, zeg maar. Dus dan moet je best wel ver veel kracht zetten en een goede timing hebben om rechtop te komen. Nou ja, zodra je staat, begin je volgens mij op de stepping stones of de schuinlopende band. Nou, voor mij is dit een schuinlopende wand, dus dat is best wel een schuine wand. Dus dan moet je met één kruk best wel kracht zetten en dan moet het pak ook mee kunnen bewegen. Dus dat is altijd wel heel spannend. Dan ga je voor me wel naar de stepping stones. Dus dan moet je dus echt met een geprogrammeerde staplengte. Dus die is volgeprogrammeerd. Dus je moet echt op de lijn staan. Dan klik je op de knop. En dan doet hij dus het programma. Dus dan moet je dus echt met de stappen mee bewegen. Dus iets meer naar rechts, iets meer naar links. Kortere stap. Zodra je die hebt afgerond, ga je naar de trap volgens mij. Ga je de trap op. Moet je ook zonder hulp heen. Je mag niet vallen of hulp krijgen, want dan ben je gedisqualificeerd. Dan ga je door de deur, die mag je niet met je kruk openen. Daar zijn ze heel streng in. Dus die moet je dus echt voorstaan, heel naar terug wikken, dan open doen. Dus dat is heel moeilijk. Veel tijd kost dat. Trap naar beneden is altijd spannend. Volgens mij moet je dan iets stapeltjes opstapelen op een tafel. Bekertjes of zoiets. Dus dat is ook wel met balans best wel moeilijk. Dan ga je naar de slalom. De slalom, het is een korte slalom. Mag je ook geen paaltje raken volgens mij. En nou, dan is volgens mij de finish. Maar voor mij, ik heb begrepen dat de Cyberlon wat variaties erin wil gaan doen. Dus niet een standaard parcours. Maar wel gaan kijken van, kunnen ze wat uitdagen.
bijvoorbeeld ook al met een helling zit er ook in. En best wel een steile helling waar nou, een valide mens ook ontzettend veel moeite mee heeft. Nou, die moeten wij dan ook kunnen doen. Dus die vind ik ook wel spannend. Die heb ik nog niet geoefend. Maar ja, dat is gewoon een kwestie van goede balans houden. En veel ja, steun op de krukken nu nog. En vertrouwen op het pak. En vooral dat laatste is belangrijk. Want hij valt nog wel een paar keer uit. En dan valt hij ook gewoon uit. En dan is alles noodstop. Ja, dan val je. Dat wil je niet als piloot. Dan is het vertrouwen ook heel snel weg. Dus dat zijn nog even de bugs die ze hebben. Hij moet niet uitvallen. Hij moet gewoon blijven lopen. Blijven de programma's afronden. En er mag geen ingreep zijn. Dus niet gedisqualificeerd. Dus dat is best wel moeilijk. Dat is echt niet zomaar een exoskelet in elkaar zetten en we gaan lopen. Dat is echt topsport, kan je wel zeggen. Ja, ja. En hoe zit het dan met jou? Jij bent een soort van achtervang als Ruben niet kan of dat hij geblesseerd is? Of is het nog een soort competitie of zo? Het was eerst een competitie, maar ik wist al dat hij ging verliezen, want Ruben heeft een lagere dwarslesie. Je bedoelt lagere... Ja, qua van wel om mijn buik- en rugspieren. Ja, dan maakt het lopen in de exoskelet gewoon 10 keer makkelijker. Simpel zat. Dat was wel even een dompen, maar dat was ook de afspraak richting het team. Weet je, Max Verstappen, Albon vooral van prestatie. Als het niet... ja, dan doe je niet meer mee. Ja, dat doe je niet meer mee. Maar ja, ik accepteer gewoon dat ik tweede ben. En ik heb nog genoeg andere doelen waar ik mijn energie in ga stoppen. Dus het was wel even jammer. Maar ik help ze graag, hoe dan ook. En hun kunnen mij ook heel goed helpen in mijn ambitie in de ontwikkeling van het exoskelet. Dus ik zie het niet als een verlies. Vond het wel jammer. Maar ja, ik gun het natuurlijk het team. En ik hoop ook dat Ruben gaat winnen. Dat is niks meer dan dat ik dat zou willen. Ja, ja. En wij hebben natuurlijk ook gesproken, veel gesproken over exoskeletten. Waar ja, het doel of de droom is uiteindelijk dat je weer normaal kan lopen, zeg maar. Ja. En toen deelde je ook even een linkje met mij van wetenschappers bij de Erasmus in Rotterdam. We hebben daar ook wel een... mooie doorbraak mee gehaald. Weet je nog ongeveer hoe die techniek werkt en wat het wat je ervan vindt van zo'n bericht? Doe je dan echt meer dat stamcellen vooral met een neurostimulator? Ja, een neurostimulator. Daar zie ik echt toekomst in. Dat is ook mijn grootste droom. En natuurlijk, je legt je lat, hoe langer je de lezing, dwarslezing hebt, leg je de lat wat lager. Meet lichamelijk dan, hè? Ja, je hoopt gewoon dat je wat stappen kan zetten of kan staan, dat je gewoon naar het toilet kan. En natuurlijk, mijn ambitie blijft nog steeds en die drang is nog steeds dat ik volledig weer kan lopen. Dat de rolstoel echt een luxe is en niet nodig. Ik denk wel met de huidige technologie, of de technologie die gaat komen in de wetenschap, dat gaat gebeuren. Alleen dat is weer heel patiëntafhankelijk en dat maakt het vooral zo moeilijk. Zowel mentaal, hoe doorzetter is een persoon, want dit is ook echt topsport, kan je wel zeggen, als je wil revideren. Ook met neurostimulators. En hoe sta je lichamelijk iemand er ben? Heeft hij een incomplete lesie? Heeft hij een complete lesie? Dik, dun, sportief? Dat maakt het voor onderzoekers ook niet makkelijker. Want een onderzoek is heel makkelijk als je een vaste waarde kan aanhouden. Nou ja, een dwarslesie is verder dan een vaste waarde. Ook hoe lang je de lesie hebt, maakt al een verschil. Dus ja, ik hoop gewoon dat de dwarslesiegroep, daar zet ik me ook heel erg voor in. Daar ook inzicht in ziet en hoop op elk stukje wat ze kunnen bijdragen, bij willen dragen. En daardoor de lat misschien niet zo hoog leggen en de onderzoekers gewoon helpen. Want daar zijn de onderzoekers bang voor, van dat zij beloven, want jij gaat weer herstellen en dat het niet gaat gebeuren. En dan krijg je weer claims en andere niet leuke dingen. Dus daarom zijn de onderzoekers heel voorzichtig, want ze zijn natuurlijk niet wonderen aan het verkopen. Ze zijn wetenschappelijk onderzoek aan het doen, waar toevallig doorbraken in zijn. Nou ja, of het toevallig wil ik zeggen, weet ik niet. Maar ze hebben natuurlijk wel de kans zo hoog mogelijk bij per patiënt. Dus ik denk wel dat het kan, maar nog niet voor iedereen in de komende 20 jaar. Ik denk als ik het realistisch moet houden en een teleurstelling voor voorkomen voor veel mensen. Denk dat het nu tot 10 tot 20 jaar dat er doorbraken gaan komen, maar dat het dwarslesie... Dat er blijven pechvogels in de dwarslesiewereld. En ik denk dat ik er ook één van ben, omdat ik een volledig letsel heb en vrij hoog. Maar ik probeer dus zo fit mogelijk te worden en ervoor gaan. En ik hoop dat ik uitgekozen word voor zo'n onderzoek. En dan ga ik met volle motivatie in. En als het niet meer uit te halen valt, dan lag het niet meer aan mij. Dan heb ik mijn best gedaan. Dus dat is een beetje mijn ambitie in de wetenschap. Dus ik heb een goede hoop op. Alleen ik heb ook een scherp en een streng oog... Naar de toekomst en realiteit. Dus een beetje een wik in de wegen, maar ik zie de toekomst in. Ja, ja. Nou, ik denk dat
Ik denk dat het wel, inderdaad wel een goede grondhouding is. Want ik heb voor mijn boek ook gesproken met iemand die de ziekte van Parkinson heeft. En dan echt zo'n hersenimplantaat heeft, die brain stimulation. En hij was er zelf heel erg te spreken over. Maar hij zei van, in mijn omgeving zie ik ook heel veel mensen die toch een beetje teleurgesteld zijn. En dat heeft met name, precies wat jij zegt, met verwachtingen te maken. Dus als je denkt van, nou, ik word precies weer zoals ik was. Ja, dat is niet zo. Dus het is wel... met je eigen grondhouding, maar ook hoe daarover wordt gecommuniceerd natuurlijk. En dat lijkt me ook wel lastig, want ja, medische wetenschap wil ook wel hoop geven. Maar ja, je moet ook weer niet dingen beloven of ja, te veel hoop geven. Want dat kan ook wel weer uiteindelijk vervelend zijn. Ja. Ja, ik heb zoiets van, wij willen wel. Alleen als je aan de voorkant heel onzeker en dit kan niet. En dat merk je heel erg aan onderzoek, ook aan Twente merkte je dat van, goh, ik wist wel dat ik tweede piloot zou worden, maar ik wou toch proberen om eerste piloot te worden. Het is niet erg als je er rekening mee houdt dat het niet goed kan gaan. Maar alsjeblieft, sla de hoop niet plat. Weet je wel, hopen, wat is valse hoop in mijn optiek? Ja, dat je iets gaat beloven wat echt niet kan. Maar je kan, dat vind ik dus zo mooi aan Amerikanen. Tenminste, ook Australië, voor mij, die zijn ook bezig. Engelsen ook. Die zijn echt gewoon van, just do it. We gaan het gewoon proberen. We gaan met alle fysiotechnieken die we nu hebben en de technologie... gaan we kijken, dus ook exoskeletten, of we jou verder kunnen helpen dan 0. Nou, als je 2% hebt gehaald, dan ben je verder dan 0. Maar 1, dus misschien is de buitenwereld heel negatief over, ja hallo, je hebt maar 2% behaald. Maar misschien de patiënt in kwestie, of degene die de revalidatie doet, die is heel tevreden over die 2%. En zo kijk ik er ook naar. Elke procent die ik nu bij kan pakken, door mijn sport, door het exoskelet, maakt niet uit, is voor mij weer een makkelijker leven. Dus ja, dat is je verwachtingspatroon. Dus ja, wat je heel mooi zelf zegt... En die moet je misschien niet te hoog leggen, wel op hopen, maar ook rekening houden dat er lagere percentages van herstel komen. Maar ja, dat is echt een kwestie van ervaring op doen en dat is ook weer mentaal. Ik sta er zo in, maar er zijn misschien 10 anderen die staan er niet zo in. Dus dan is het weer, vind mij maar eens uit die 10 anderen voor onderzoek dan. Ja. Ja, precies. Ja. Maar het blijft lastig, maar ik hou goede hoop en waar ik kan helpen, doe ik het. Ja. En ik heb laatste vraag, inhoudelijke vraag. Ik heb van het weekend op Netflix Rising Phoenix gekeken. Ja. Ken je dat? Ja. Ik was wel onder de indruk hoor, van alles. Maar toen ook met de handbikes moest ik natuurlijk aan jou denken. Dus ik vroeg me af, hoe gaat het met het trainen? Tokio is een beetje te vroeg, denk ik. Maar, Zou kunnen. Nee, dan moeten heel veel mensen een uitvolbeurt krijgen. Dan komen ze aan de beurt. Maar nee... Ik heb goede hoop. Ik vond het hele mooi aan Rising Phoenix. Tenminste, ik weet niet of jij het er ook uit gehaald hebt, van iedereen werd onderschat. Zelfs zo erg. Hè? En in Rio ging het niet eens door financiële kwestie. Yeah. Politiek eigenlijk. Hè? Want Olympische Spelen trokken handen ervan af. Die wou niet geassocieerd worden met de partner, want er was geen topsport in hun ogen. Nog steeds niet. Het is nog steeds geen topsport. We kunnen hier ook in Rusland, hè? Rusland ook. Nou, nu, eigenlijk doen we nu Rusland en Rio mee. Dus hoe krom... Maar... Ja, ik ben niet vaak emotioneel, ik heb wel even een trein gelaten, maar gewoon bij die Italiaan, die al aan ledematen, die aan het schermen was. Misschien dat stukje nog kan herinneren op het laatst. Ja. Dat geschreeuw van dat ze gewonnen had, zonder pols. Hè? Dat zei iedereen, ja, dat zonder pols schermen, dat kan niet. Je wil veel, maar we proberen het gewoon. En dan wint ze gewoon goud. Goud, ongelooflijk. En die emotie van, kijk, dit kan ik. Dat raakte me zo diep. En dat zoek ik dus ook in het handbike, in het exoskelet. Van jongens, jullie hebben me altijd tegengehouden. En ik weet dat het niet kan. Maar als het wel lukt, ja, hoe mooi zou het dan zijn? Die emotie en die kracht wat dan vrijkomt. En ja, ik hoop natuurlijk op een gouden medaille, maar er moeten nog heel veel stappen vooraf gaan. Ja, trainen gaat goed, ik ben tevreden. Ik ben wel gegroeid sinds vorig jaar. Ik ben wel competitief genoeg, maar nog niet top 3 waardig, denk ik. Maar ik denk wel dat ik top 3 waardig kan worden. En daardoor weer ambities kan hebben in de WK's. En het Nederlands team bijvoorbeeld. Dat zal een heel mooi opstapje zijn voor vorig jaar. Voor volgend jaar. Als dat lukt. En ik ben uitgenodigd in maart. In Papendal. Om daar een test te doen. Nou, daar horen bepaalde standaardwaarden bij. En dan zijn we nu kuif aan het trainen. 9 kilometer 32 plus. Liefst natuurlijk 40. Dan ben je echt WK-niveau. Kilometer per uur is dat? Ja, kilometer per uur. Klopt. Op 9 kilometer, 15 kilometer, ik weet niet, misschien van de afstanden veranderd. Ja, dat is niet niks. Dat is gewoon vol gas in 20 minuten. Ongeveer of een half uur. En daar zijn we nu kijken van het trainen. En ook kijken of mijn werk
werk-sportbalans en sociaal-balans kan krijgen. Want ik moet wel 15 uur tot 20 uur in de week trainen met 3 trainingskampen. Of 2, volgens mij 2 of 3 trainingskampen waar je gewoon vrije tijd voor moet meenemen. Maar ja, vrije tijd is dan weer sport. Het werk staat er niet verkeerd in, mijn omgeving niet. Papendal zegt van je bent welkom, dus we willen zien wie Danny is. Dus er zijn kansen en als die allemaal lukken, dan wordt Paralympics 2024 ook realistisch. Dat wordt Parijs. Is wel wat dichterbij helaas, wel jammer. Yeah. Maar er maakt niet uit. Parijs is ook leuk. Het gaat om het evenement en niet waar je bent. Dus ik hoop natuurlijk dat ik dat ga redden. Dat zal de grootste eer zijn, maar als het niet lukt, dan focus me op andere wedstrijden. Het is niet zo dat Olympisch of Paralympisch het einddoel is. Er zijn ook andere doelen die behaald kunnen worden. Ja. Ja. Nou ja, ik blijf jou sowieso volgen. En veel succes met sport, studie, werk, sociaal en wat je allemaal doet. En ook het werk wat je doet voor namens of voor Stichting Walk On. Ja. Nog steeds, ik zal de link er weer bij zetten. Voor als mensen de ontwikkeling willen steunen en dat soort dingen. Ja, maar misschien wel leuk is, als dat doorgaat, volgend jaar, dan willen we op Delzeel, ik weet niet of je het kent, met heel veel poten in Delzeel en enzovoort. En dan willen we echt gaan knallen, want we hebben dit jaar, er zijn 4 evenementen afgezegd waar we gewoon de 10.000 euro bij elkaar hadden kunnen krijgen die we nog nodig hebben. Maar volgend jaar, Delzeel, willen we alle partijen die iets doen met exoskeletten willen we hebben. Dat is ook een mooie stand. En dan willen we gewoon die 3 dagen of 4 dagen volgens mij willen we daar staan. En dan exoskeletten demonstratie, mijn eigen laten zien, de innovatie misschien laten zien. En dan komen er 100.000 mensen per dag. Dus genoeg mensen die dan, je hoeft niet per se te doneren, dat is niet het doel, maar gewoon in het exoskeletten geïnteresseerd raken. Dus dat is Delzeel volgend jaar, echt september. Hangt ook van de coronacrisis af natuurlijk. Maar dat was wel een hele spannende voor ons, daar willen we gewoon bij zijn. Kunnen we heel veel mensen benaderen. Dus dat wil ik ook nog even benoemen. Maar voor de rest, Stichting Walk On gaat door. Alleen door de coronavirus kunnen we gewoon geen evenementen doen. En dat is wel heel erg jammer. Maar we zijn er nog steeds. Ja. We gaan door. We moeten nog 10.000 euro. En we hebben bijna een tweede. Dus als we die tweede hebben, kunnen we weer verder. Tweede exoskelet, heb je het over. Ja. Ja. Dus we gaan door, ondanks de vervelende tijd. Ja, dus meer info op de site. En anders op Delfcel 2021... Hopelijk, als dat wel lukt. Ja, we gaan wel. En mag dan. En ook mag. Ja. Nou goed, Danny. Dankjewel weer voor je tijd, voor deze update. En we hebben elkaar eerder gesproken. En die linkjes zet ik er ook allemaal neer voor als mensen meer willen weten. En succes nog hè, vandaag. Dankjewel. En bedankt voor je tijd. Bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer je op mijn kanaal als je het een leuke video vond en je wil meer van dit soort video's zien. Laat ook een reactie achter als je nog een vraag of een opmerking hebt. En ga naar mijn website ptjoost.net als je meer wil weten over mij, de lezingen die ik geef, webinars, de boeken die ik heb geschreven, de blogartikelen die ik schrijf, mijn podcast en nog veel en veel meer.